later als ik groot ben, ga ik dat doen of dat doen. Maar ja, is dat nu later? Dat het zo rap voorbij gaat allemaal en dat je ja, precies nog altijd niet bereikt hebt wat je wou bereiken. Wat is dat bij mijn kinderen ook gebeurd? Daarom dat ik nu echt zo goed aan het proberen ben van alles ja, op reeltjes te krijgen, dat mijn kinderen dat zeker niet hoeven mee te maken. Ik leef met mijn één been in het verleden en met het andere in de toekomst.